gaat ook over twee broers die, die uit elkaar gedreven zijn. Nou, en dan is het de A's die aan allebei de kanten die ook met hoofdletters geschreven zijn. Ja, dat is de, toen ik dat bedacht, ja, dit is de titel die het moet zijn. Dan klopt alles. Chris, waarom heb je ja gezegd tegen deze film? Waarom? Ja. Ja, voor Martin heb ik het gedaan. Ja? Nou ja, ik had met Martin gewoon afgesproken. Nou, toen Suzy Q deed van ik doe volgende keer ook nog weer mee. Ja. Toen wist ik toch natuurlijk nog niet echt wat. En toen zei hij van wat wil je dan volgende keer doen of wat wil je dan niet doen? Toen had ik voor de grap gezegd dat ik wel wilde plassen en zo. En, He can be not a bully, but you can be quite strict. Not strict, but you're sort of firm. Direct. Direct and yeah. firm. But I like that kind of approach. I'm sure that people that are not used to that might find it a bit intimidating, maybe even. But I don't. I see through that. I just know that that's Martin. Strangely enough, it is because the Dutch are pretty direct anyway. Mm-hmm. And I am, even for a Dutch person, I'm very direct. But you know, it's the word is director. So I think... Ik heb ooit een ernstig ongeluk gefotografeerd. Het was ook jouw schuld, Alex. Dat was een ongeluk. Je bent net zo schuldig als ik. Je liegt! Het was jouw idee. Ik wist wat jij dacht, Alex. Ik wist altijd wat jij dacht. We zijn nog niet klaar, Alex. Mam, ik heb getongzoet met Mick Jagger. Oh, niet lachen, jij. Het is liefde op het eerste gezicht. Zo. Mick Jagger, mam. Hé, Suzy, ga wat doen. Huiswerk of zo. Ik krijg een stijve. Ik schaam me rot voor jou. Belachelijk verhaal. En straks kom ik met een baby thuis. Teringzuster. Niemand moet jou. Het enige waar jij geschikt voor bent is werk in een regenkledingfabriek. Je kan niet gelukkig worden als je je schuldig voelt. Vraag wat je moet doen. Dus je kunt twee dingen doen. Vraag wat je moet doen. Of je doet geen dingen meer waar je spijt van krijgt. Vraag waarom je hier bent. Of je stopt met spijt hebben. Waarom ben ik hier? Om te boeten.